Met deze film ga ik je heel kort uitleggen hoe je kunt macrofotograferen zonder macroobjectief. Ik heb hier een macroobjectiefje staan, een hele mooie, de 105 mm van Sigma. Die past alleen maar op spiegelreflexcamera's of soms met een adapter op een systeemcamera. Soms kan die investering wat aan de hoge kant zijn, of je vindt het objectief te zwaar om mee te nemen. En of je fotografeert misschien heel af en toe, heel dichtbij, wil je daar niet zoveel geld in investeren. Nou, dan heb ik de oplossing, want je kunt van je telezoomobjectief heel makkelijk een macrolens maken. Als je daar maar een objectief op hebt zitten die een klein beetje telebereik heeft, kun je op een hele eenvoudige manier een macrolens van je bestaande lens maken. Nou, hoe doe je dat? We hebben daarvoor de achromatische voorzetobjectieven. Dat klinkt heel erg mooi en dat is het ook. Het is een heel compact, lichtgewicht voorzetobjectiefje. Zit in deze hele mooie container. Het is wel een zwaar objectiefje. Het is niet zomaar een voorzetlensje, maar het is een behoorlijk objectief. Het bestaat uit twee stukken glas. En die is heel goed gecorrigeerd om heel dichtbij te fotograferen. Wat is nou het probleem van een brugcamera? Als je daar heel dichtbij mee wilt fotograferen, dan kan dat eigenlijk alleen maar in de grootstand. Nou, bij deze Canon SX70 zit je dan eigenlijk helemaal tegen je onderwerp aan. Nou, als je dan een klein beestje wil fotograferen, een vlindertje, fladdert die weg. En het is ook niet de mooiste stand om foto's mee te maken. Liever kun je een klein stukje inzoomen, naar bijvoorbeeld 100 of 150 mm. Maar als je dat met zo'n camera doet, dan kun je niet meer heel dichtbij werken. Nou, en dan komt de truc. Dan kun je dus zo'n achromatische voorzetlens op het objectief zetten. Bij de Canon modellen gaat dat altijd door middel van een adapterringetje die je er extra weer aan moet schaffen. Maar bij de Panasonic's en de Sony modellen kun je hem rechtstreeks opschroeven. Dat ga ik zo meteen voordoen bij dit objectief. Ik heb overigens ook al een keer een filmpje gemaakt voor de RX10 Mark IV camera. Dat filmpje vind je afwijkend niet op ons YouTube kanaal, maar op de website van de fotogroep. Daar hebben we een speciale productpagina, RX10 Mark IV. En het linkje daarvan vind je hier onder dit filmpje. Hoe werkt dat nou als je hem op een lens wilt zetten? Nou, eigenlijk heel eenvoudig. Je haalt hem uit de verpakking. Er zijn verschillende modellen met verschillende diameters. Want we hebben natuurlijk objectieven met verschillende diameters. Wil je weten wat voor diameter jouw objectief heeft? Kijk even aan de binnenkant van je lensdop. Daar staat het aantal millimeters in. En anders neem je, als je naar de winkel komt, het objectief gewoon mee. Deze is geschikt voor 67 en 62. Nou, ik ga even het ringetje eraf halen. Waardoor die niet meer 62, maar 67 mm is. En ik kan hem nu rechtstreeks op deze hele mooie Nikon Z50 tot 250 mm zoomlens. En in plaats dat ik nou in de 135 mm stand 70 centimeter afstand moet nemen tot mijn onderwerp, 68 is het volgens mij om precies te zijn, kan ik al vanaf 33 centimeter fotograferen. En zet ik hem op 200 mm, dan kan ik zelfs nog dichterbij fotograferen. Dan is de vergrotingsmaatstaf nog iets groter en kom ik bijna tot 1 staat tot 1. Dat betekent dus dat 1 centimeter in werkelijkheid ook 1 centimeter op de sensor wordt. Op het moment dat je de foto dus op een beeldscherm gaat bekijken of laat uitvergroten, wordt het product wat je hebt gefotografeerd, of het beestje of het bloemetje wat je gefotografeerd hebt, dus vele malen groter weergegeven dan het in werkelijkheid is. En dat is nou dichtbij of macrofotografie. Nou, je zet hem erop en eigenlijk is dat alles. Je kan gewoon blijven fotograferen zoals je dat wel gewend was, met het enige verschil dat je niet meer ver weg kunt fotograferen. Je kunt dus alleen nog maar dichtbij fotograferen, maar dat is wat je wil. Nou, het is dus een compacte, hele lichte oplossing. Je hebt geen lichtverlies, dus onder alle lichtomstandigheden waarbij je kunt fotograferen, kan je ook dit filter gebruiken. Het is makkelijk te monteren, hij heeft een hele hoge kwaliteit, past heel makkelijk in je fototas. En de investering is ook vele malen minder dan die van een echt macro-objectief. En ja, die is natuurlijk ook een stukje groter, dus dat levert al heel veel op in gewichtsbesparing. Heb je er interesse in? Bestel hem op de website van de fotogroep of kom naar de winkel met het objectief die jij voor gebruiken wilt. En dan gaan we de juiste maat voor je opzoeken. En je kunt altijd even bellen of een berichtje sturen. Vind je het filmpje leuk? Geef me dat duimpje. Dank je wel daarvoor. En neem een abonnement natuurlijk op ons YouTube kanaal. Want dan vind je nog meer van dit soort handige tips die we in de toekomst gaan maken. Als je het notificatiebelletje aanzet, krijg je daar zelfs een berichtje van. Veel fotoplezier en tot de volgende keer. Bye.